lijkt aan sushi. Moeilijke woorden begrijpen en onthouden, dat is het doel van de taaltrip. Op 3 november werd de taaltrip georganiseerd op Schiphol. 22 kinderen uit groep 5 en 6 van de Amsterdamse Rosa School kwamen naar de luchthaven voor een leuke en leerzame woordenspeurtocht. Zijn jullie er klaar voor? Gaan we er een goede ochtend van maken vandaag? Wat is KLM voor bedrijf? Een vliegtuigmaatschappij. Ja, luchtvaartmaatschappij. Heel goed. Leerlingen gaan vandaag hier op Schiphol ongeveer 20 woorden zien die ze moeilijk vinden. En daarvoor gaan ze naar het panoramaterras, gaan kijken in de vertrekhal. En daar gaan ze aan de hand van een speurtocht kijken welke woorden ze allemaal kunnen vinden. Een plek waar je naartoe kunt, bijvoorbeeld als hotels, toch? De gedachte achter taaltrip is dat er veel leerlingen in Amsterdam zijn die een taalachterstand hebben. Jink heeft de taaltrip ontwikkeld om te zorgen dat die taalachterstand wordt teruggebracht door de leerlingen naar een locatie toe te brengen. Nee, bij je koffer. Ja, dat zeg ik. Waar je je kaartje laat zien, laat stempelen en dan zodat je in het vliegtuig komt. Moet je even samen gaan kijken van wat je hebt gezien. De label. Inchecken. Luchtvaartmaatschappij, nog eentje. Het bijzondere van de taaltrip is dat ze de woordjes niet alleen zoals op school in een boekje zien, een plaatje ervan, maar ze ervaren de woorden echt. Ze zien ze, ze kunnen ze voelen, proeven, ruiken, zeg ik altijd, waardoor het gewoon veel beter blijft hangen. Hoogseizoen is waar de meeste mensen op bij Schiphol komen. Ja. Wat vonden jullie nou het allermoeilijkste woord vandaag? Jouw chaussee. Mijn chaussee. Ja, het Schiphol College verzorgt de uitvoering van de taaltrip. Dit bevalt zo goed dat Schiphol onlangs is uitgeroepen tot taaltripbedrijf van het jaar. Schiphol heeft de Jink Award gekregen omdat ze altijd met veel inzet en passie meedoen aan onze projecten. Ze doen ook heel vaak mee. En dat is niet alleen belangrijk voor ons, maar vooral ook voor de leerlingen uit Amsterdam. Nee!